Hallo, ik ben Wouter Beke, burgemeester van Leopoldsburg, de mooiste garnizoenstad van heel België. 2019 wordt een belangrijk jaar. Het is het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dat gaan we vieren in heel België en zeker ook in Leopoldsburg. Met honderden mensen uit onze gemeente willen we een nieuwe grote appel doen, een massaspectakel om die einde van die Tweede Wereldoorlog te herdenken. Duizenden mensen willen we naar Leopoldsburg brengen om dat mee te vieren. Omdat het een les is die we nooit mogen vergeten. De komende 6 jaar worden belangrijk en we hebben heel veel dingen daarvoor op spoor staan. We willen de mobiliteit verbeteren, we willen zorgen dat de veiligheid verder versterkt wordt en we willen de betrokkenheid van alle mensen uit onze gemeente vergroten. Betrokkenheid vergroten wil zeggen degenen die het moeilijk hebben, meetrekken. Betrokkenheid vergroten wil zeggen dat we gezinnen kansen willen geven door bijkomende kinderopvanginitiatieven te organiseren. Betrokkenheid vergroten wil ervoor zorgen dat iedereen meedeel moet kunnen zijn van de gemeente Leopoldsburg en Leopoldsburg moet kunnen koesteren. Een aanslepend probleem in onze gemeente is de mobiliteit. Dat is op vele plaatsen een zorg en zeker ook in onze gemeente. We willen kwartier Reigersvliet ontsluiten met een nieuwe ontsluitingsweg. We willen fietspaden verbeteren om op die manier de jongeren vooral ook fietsend naar de scholen te kunnen laten gaan. We willen ervoor zorgen dat de mobiliteit in Leopoldsburg vlotter, toegankelijker en veiliger wordt. Wat we zeker niet gaan doen in Leopoldsburg de komende jaren, dat is toegeven aan diegenen die de criminaliteit terug in Leopoldsburg willen brengen. De criminaliteit is met 40% gezakt. Die lijn die willen we verder inzetten. We gaan ons niet laten doen door diegenen die willen intimideren. Veiligheid is een absolute prioriteit en daar maken we verder werk van.